Op Instagram blikt Humberto Tan vooruit op zijn aankomende 20-jarig jubileum bij RTL in 2027, terwijl hij zijn recente contractverlenging aankondigt. De presentator, die nog druk in de weer is met diverse projecten, deelt zijn reflecties op de afgelopen jaren en kijkt uit naar de toekomst. Tan benadrukt dat de tijd bij RTL voorbij is gevlogen en beschouwt zowel de positieve als negatieve ervaringen als waardevol, boeiend, leerzaam en interessant. Hoewel het nieuwe contract nog niet getekend is, Beschouwt hij dit als een formaliteit? Met enthousiasme kijkt Humberto naar de komende jaren, waarin hij zijn talkshow voortzet, betrokken blijft bij Radio 1 op vrijdagen en nieuwe formats ontwikkelt bij RTL. Hij deelt plannen voor een aantal nieuwe podcasts en onthult zijn betrokkenheid bij Parijs deze zomer. Kortom, dan belooft een dynamische toekomst en verzekert zijn publiek dat verveling geen optie is.